De dierenambulance in Schagen-Hollandskroon heeft dringend vrijwilligers nodig. Waar normaal 20 mensen op één dag nodig zijn, doet de organisatie het nu met slechts 8 vrijwilligers. De vrijwilligers die zijn echt onmisbaar. De vrijwilligers doen eigenlijk het enorme goede veldwerk. En zonder die vrijwilligers zouden wij het ook niet redden. Voor jou, ga zitten. Hij zit. Ja, dan zou je moeten zeggen van ja, en de dierennoodhulpverlening wat betreft dan de dierenambulance of iets dergelijks, zou dan moeten stoppen. Een van die vrijwilligers is Bouke. Hij werkt al 5 jaar bij deze dierenambulance en heeft zijn handen eraan vol. We rijden nu wel heel intensief. Ik heb nu 2 dagen achter elkaar vaak. Soms 3 dagen zelf. Ja, dat is wel een beetje dat je overbelast raakt op een gegeven moment. En elke keer als ik weg moet, dat is meestal onder het eten, dan moet je rijden, dan ga je. Met extra vrijwilligers kan die werkdruk beter verdeeld worden. Maar werken op de dierenambulance is niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen is geschikt om dit werk te kunnen doen. Je moet natuurlijk sowieso de affiniteit met dieren hebben. Je moet in bezit zijn van je rijbewijs. Ja, je moet wel een beetje stevig in je schoenen staan. Want het zijn niet allemaal leuke dingen die je meemaakt natuurlijk. Zoals dode katten, ja, dan moet je tegen kunnen. We hebben vreselijk veel tekort aan mensen. Dus ja, we zouden erg blij zijn als er wat mensen bijkomen. Met een beetje hart voor dieren. En ook wel hart voor de collega's.